Zaterdag 29 april begon Björn van Loon aan zijn poging om 24 uur lang geblinddoekt te rennen. Ik ga dus 24 uur rennen en dan ga ik voor mijn doen op een vrij rustig tempo doen, omdat ik geblinddoekt ben. Dus dat betekent dat ik gewoon af en toe tussendoor een boterhammetje eet eigenlijk. En verder heb ik gewoon vanochtend ben ik gewoon opgestaan, gewoon mijn normale ontbijtje, een kopje thee. En ja, gewoon zoals elke andere dag, gewoon alsof ik geen 200 kilometer ging rennen. Björn zal geholpen worden door twee andere hardlopers die belletjes aan hun kleding hebben, zodat hij weet waar hij moet lopen. Hij doet deze recordpoging voor een bijzonder doel. Waarom gaat dit gebeuren? Nou, in ieder geval omdat ik het superleuk vind. Want ik hou al gewoon een avontuur en uitdaging. En ik vind het echt heerlijk om te zien dat al deze mensen hier, en er komen er zo meteen nog meer, dat al deze mensen dus meekomen doen. En dit ook een leuk, goed idee vinden. Maar de belangrijkste reden is dat ik voor een goed doel ga ik rennen. Omdat ik dus een blind dochtertje heb. En het geld dat ik ga ophalen met deze kindersrecordpoging is bedoeld om jonge baby's, of jonge kinderen, dus baby's en peuters, om die te helpen. In eerste instantie met een goede diagnose. Want ik weet uit eigen ervaring, zeg maar, mijn dochtertje is nu 6. En ze was 3 maanden toen ze gediagnosticeerd werd dat ze 100% blind is. Dat heeft ons heel erg geholpen, want het is heel verdrietig nieuws. Maar het helpt ook heel erg als je precies weet wat er aan de hand is. Dus het geld dat ik hiermee ophaal, dat gaat naar Bartimeus, zo heet dat. Die hebben een diagnostisch centrum en die kunnen dus ook andere kinderen en daarmee dus ook de ouders en de familie en iedereen die eromheen staat helpen. Nadat burgemeester René Verhulst het startsein gaf, kon de recordpoging beginnen. Ja, het is natuurlijk mooi zo'n poging en ook dat hij hier al bezig is geweest. Iedereen die werkt mee probeert het tot succes te maken. Dus hier vanavond voor Climax een barbecue, dan, hè, dat er nog mensen zijn. Want dat is het moeilijkste, denk ik. Op een gegeven moment, je gaat je vervelen. Het is toch uiteindelijk eenzaam wat je moet doen. Hoeveel mensen er met je meelopen ook. Dus er wordt voor gezorgd dat er steeds mensen rond de baan zijn. Ja, en het wordt donker natuurlijk. Ja, het is al donker als hij een blinddoek op heeft, maar hij gaat dat toch merken. Dus de verveling, dat wordt het moeilijkste. Nou, dat hij zo'n uitdaging aangaat, waarbij hij zo dicht bij de blindheid van zijn dochtertje komt. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Het is natuurlijk ook de hele combinatie van dat hij al aan ultralopen doet. Dus dat hij al gewend is om lange afstanden te lopen over ruig terrein. En ja, en dat hij dat dan nu inzet om dit soort acties te doen. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Als je wil weten hoe het is om blind te zijn, het is niet gewoon even doe je ogen dicht en dan weet je hoe het is om blind te zijn. Je moet echt gewoon je ogen dicht doen en dan moet je gewoon dagelijks handelingen gaan uitvoeren met je ogen dicht. En dan merk je pas hoe lastig dat is. Want je moet je voorstellen als je bijvoorbeeld, dat heb ik dus ook een keer geprobeerd, als je een glas water neemt en je giet er water in, dan hoor je wel dat hij vol loopt. Maar wanneer is hij nou helemaal precies vol? En zo ontdekte ik dus, mijn dochtertje, die houdt dus haar vinger aan de binnenkant. Dat heeft ze uit zichzelf geleerd gewoon. Want dan voel je het daar tegenaan komen en dan weet je, nou is die bijna vol. En mijn dochtertje heeft bijvoorbeeld ook dat ze speelgoed onder de benen stopt als ze op de bank zit. Want dan rolt het niet weg. En zo begin ik haar dus wel beter te begrijpen van, oh, daarom doe je dat zo. En de meeste dingen had ik al wel bedacht. Maar ja, het is verdrietig dat ze blind is. Maar het is eigenlijk heel mooi dat Ik vind het heel fijn dat ik iets meer in haar wereld, zeg maar, nu kan komen kijken. De temperatuur is op zich goed vannacht, dus het wordt niet te koud. Want dat is dan natuurlijk bevangen raken door de kou. En het is even afwachten wat de 10 minuten pauzes iedere keer doen. Want hij wil natuurlijk 50 minuten lopen en dan 10 minuten om te eten en te drinken en naar de wc te gaan. En naarmate dat je langer bezig bent, worden die pauzes natuurlijk wel lastiger om dan weer te starten. Dus dat zal moeten blijken. Maar hij heeft goede medelopers, dus ik denk wel dat het goed komt. Ja, vooral aan haar denken natuurlijk. Hè? Denken aan waar ik het voor doe, voor het goede doel. En ja, ik voel niet eens de druk, zeg maar, van dat ik per se 200 moet halen of zo. Maar meer gewoon van ik wil gewoon zo ver mogelijk komen en zoveel mogelijk geld ophalen. En dat gaat me lukken door aan haar te denken. Want ik mag na 24 uur mag ik gewoon die blinddoek weer af en dan kan ik gewoon weer zien. Zij kan dat niet, zij is gewoon blind. Waarschijnlijk voor altijd. Dus ja, dat helpt me wel.